staan onze vrijwilligsters, Ann en Ria, beide heilsoldaten in ons korps. En ook vandaag kunnen en willen we er niet omheen. Er is soep. Soep als onderdeel van het DNA van ons leger de Zeils. Want als wij het evangelie willen vertellen, daar aan zij die het zo hard nodig hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat de magen gevuld zijn. Onze stichter William Booth zei het toen al. Lege magen hebben geen oren. Deze woorden zijn ook vandaag de dag nog steeds actueel. Ook de mensen die geen honger hebben, maar behoefte hebben aan warmte en liefde, mogen de weg naar onze keuken vinden. Welkom is iedereen die iets van liefde kan gebruiken. Een maaltijd, een kopje soep, een luisterend oor, een gezellige middag, zodat de eenzaamheid net iets minder zwaar is. Omdat we het samen meedragen. Nu, in deze verwarrende coronatijd, groeit de eenzaamheid en het verlangen om weer met elkaar te mogen zijn. We zijn aangekomen hier bij de Kinderhoek. En ik ben zo blij jullie te zien, Leandra en Jeffrey. Want als we hier daadwerkelijk met z'n allen hadden geweest, dan hadden er natuurlijk veel meer kinderen rondgelopen. Maar vandaag zijn jullie speciaal gekomen. En wat maken jullie het al mooi. Je weet precies wat de bedoeling is. Voor de jeugd is er boven in ons gebouw een stoere jeugdzaal gecreëerd. Een plek om te chillen. In de toekomst misschien ook wel een plek om je huiswerk te maken. Of een film met elkaar te kijken. Of te discussiëren over dat wat je belangrijk vindt. Tijdens de gebruikelijke zondagsdiensten hebben de kinderen hun eigen dienst. Boven in de zaal. Samen met de jeugdwerkers. Er zijn jongsoldatenlessen. En het afgelopen jaar is er ook heel veel gezongen. Met zingen met je kind. En op woensdagmiddag is het één keer in de maand hier een drukte van je welste. Dan zijn er heel veel kinderen die allemaal gezellige activiteiten komen doen. We kijken met elkaar rond in deze zaal. De Blij dat ik Brei Club heeft deze hele mooie kerstballen voor ons gemaakt. De Maaltijdclub is verantwoordelijk voor de soep. En andere activiteiten binnen ons korps zijn bijvoorbeeld gezellig schrijven. De Soepclub op de woensdag. De Bijbelse gespreksgroep. De kledingwinkel of de koffieinloop. Samen eten op maandag. En natuurlijk zijn er dromen. Dromen over een goed gevulde vrijdagavond. Met opwekking en mooie gesprekken. De komende dagen gaan onze jeugdwerkers op pad om voor alle kinderen in ons korps een cadeautje langs te brengen. Natuurlijk op veilige afstand. En als jullie zitten te kijken, misschien heb je het zelfs al ontvangen. Heel veel plezier ermee. Vanuit ons korps verzorgen we maandelijks diensten in de omliggende verzorgingstehuizen. Een van de pianisten waarmee we dan samenwerken is hier vandaag ook achter de piano gekropen om ons van zijn talenten te laten meegenieten. Laten we stil worden, zodat we even meegevoerd worden op de klanken van de muziek. Op deze plek, buiten, hadden we u graag opgewarmd met dit gezellige vuurtje. We hadden graag met u warme chocolademelk gedronken en lekker marshmallows gebrand. Nu doen Paul en Ruben het voor ons. En Paul en Ruben zijn onderdeel van ons team Beeld en Geluid. En Paul is daarnaast ook een van onze trouwe jeugdwerkers. Als je dit verhaal ook hoort, het is ieder jaar weer bijzonder, omdat het een verhaal is over hoop in het donker, over licht als je het niet ziet zitten. Het zegt ons vandaag dat deze pandemie met alles wat tegen zit, voorbij gaat. Wij hoeven niet te wanhopen. Laten we ons in deze sombere kersttijd bezinnen op hoe we straks het licht zullen omarmen. En zelf daarvan een deel kunnen zijn.